deze video, deze video even met Minecraft Plate. Voor de mensen denk ik, Job, zo feest kan ook dachten. Ik heb toch een webcam, dus doe gewoon lekker feest. En voor de mensen denken, Job, ik zie goal en zo kan dat ook wat ze. Ik was hier voor een video aan het opnemen, toen scheen dat helemaal niet opnam. Waarom niet? Omdat Camtasia niet meewerkte. Sorry dat ik even zo boos werd. Maar we gaan lekker beginnen met deze episode. Deze episode ga ik wat heel erg leuks. Want ik keek net nog even in de challenge. En de best gelikte reactie was maken een achtbaan. Maak een glijbaan en maak een achtbaan. Nou, glijbaan leek me niet zo heel erg leuk. Want hoe de fuck wil een glijbaan maken? Maar een achtbaan leek me wel leuk. Dus gaan we doen rondom ons huis, weet je wel. Wat hebben we daarvoor? Nou, dan hebben we als eerst natuurlijk even wat. Oh mijn god, Snow. Die is dood. Wat we daarvoor nodig hebben zijn de volgende. We hebben natuurlijk iron nodig om de wheels te maken. En we hebben natuurlijk powered torches nodig. Of eigenlijk powered wheels. Dat zijn alle dingen die we eigenlijk nodig hebben. Dus wat we deze episode gaan doen is voornamelijk even de dingen verzamelen die we nodig hebben. Ik weet niet hoeveel iron we ervoor nodig hebben. En ik weet niet hoeveel iron we op dit moment hebben. Dus dan moet ik nog een beetje gaan nakijken. We hebben natuurlijk een mooie jump map die ik heel even ga uitvoeren. Voor de mensen die denken, joh, kom jij nou aan die ammo wads? Nou, ik heb zitten ruilen met villagers de vorige aflevering. Nou, niet echt de vorige aflevering. De aflevering die ik niet kon plaatsen. Zo. Er waren heel veel mensen die hadden, Job, de jump map is te makkelijk. Nou, toen dacht ik van, weet je, we gaan de jump map wel nog een keer moeilijker maken. Maar dat doen we niet deze episode. Dan doen we dan maar even een andere episode. Huppakee. Inderdaad, de jump map is pittig makkelijk. En dat komt min of meer omdat ik, ja, best wel goed ben in de jump map. Dus ik denk, maak hem lekker makkelijk. Kunnen jullie zien hoe goed ik ben. Maar ja, dan gaan we de jump map nog wel een keer iets moeilijker maken. Dat kan wel. Huppakee. En dan gaan we dan springen. YOLO! Oké, mooi. Ik wou dat even voor het effect, weet je wel, dat ik mijn ogen dicht neem dat ik van zo'n dingen schoon, maar nou wel. Laat natuurlijk even erachter weten wat jullie van Facecam vinden. Voor de mensen en denken, Job, ik wil niet dat je Facecam doet. Dat vind ik hartstikke irritant. Of ik vind je lelijk, dus dat wil ik niet. Laat me dat dan hier even beneden weten in de reactie. En dat jullie denken, Job, je moet Facecam doen. Dat vind ik hartstikke leuk. Laat dan ook even weten in de reactie. Ik ga misschien wel Facecam doen. Als jullie denken, Job, ik vind het leuk om Facecam te zien. Laat me dat dan gewoon even weten. Dan kan ik misschien vaker Facecam doen. De Facecam is niet heel erg goed. Omdat ik de Facecam heb gekocht. Of de webcam heb gekocht voor 20 euro. Dus dat is niet de beste Facecam. Maar voor de mensen denken, Job, je moet sowieso Facecam doen. Laat me dat dan even weten in de reactie. Dan misschien wel Facecam gaan doen. We hebben natuurlijk al een beetje een achtbaan in de Nether. Maar ik weet niet of we die willen houden. We kunnen natuurlijk ook even de worlds meenemen in de Nether. En die kunnen gebruiken om hier een achtbaan te gaan maken. En ik weet niet hoe jullie een achtbaan willen, maar we kunnen natuurlijk sowieso een achtbaan maken. Moet ik alleen even kijken of we daar genoeg worlds hebben. Voor de mensen denken, hoezo moet je daar genoeg worlds hebben. Nou, ik kan natuurlijk al die golems zitten spannen. Daar hebben we heel veel iron voor verspild. Dat is een beetje dom. Dus ik moet even kijken of nog wat. Ja, trouwens voor de mensen die denken, wat de fuck heb ik hier nou weer gedaan? Dit is mijn oneindige snow farm. Mijn oneindige snow farm. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik hier wat op toe te voegen heb. Het is gewoon oneindig snow wat je hier hebt. Kijk, je doet zo. En je hebt oneindig snow. Dus ik ga even een slokje van mijn engine nemen. En ondertussen laten we dit even lekker doorgaan. Dus we laten oneindig snow hebben. Ik weet niet waarvoor we dit nodig hebben. Maar dat is in elk geval leuk. Voor de mensen die denken, Job, kom je aan zoveel pumpkins? Nou, ik had een pumpkin farm. Daar heb ik een beetje boommuur overheen gegooid. Dus het ging best wel snel. Dat is een beetje de manier waarop het ging. Zou dit veel zijn? Zou dit veel zijn? Ik ben benieuwd. Ja, dit is best wel veel. We gaan dit nu even. Oké, laten we dit maar even. Hoeveel hebben we? We hebben alweer heel veel snowballs. Voor de mensen denken, wat ga je al met al die snowballs doen? Maar ik ga er gewoon wat snowblocks van maken. En dan kunnen we dat misschien wel gebruiken voor een of andere snowgolemkamer. Want er was ook iemand die schreef in de reactie van, joh, maak een snowgolemkamer. Dat was een beetje de reden waarom ik al de snowgolems had gemaakt. Maar daarna kwam ik altijd op, ja, ding had me niet opnam. Ik ga even kijken of ik nu wel opneem. YOLO de Joja, hij neemt nu wel op. Even kijken of hij echt opneemt. YOLO de Joja, hij neemt nu wel op. Dat is mooi. In deze episode gaan we dus weer naar de achtbaan. Voor de mensen denken hoe we de achtbaan maken. Nou, we hebben de volgende. Dan hebben we natuurlijk heel veel wheels voor nodig. En heel veel iron hebben we dat wel. Zo, eens even kijken of we iron hebben. We hebben wel diamond, dat is iets. Maar we hebben geen iron, geloof ik. Ik zal wel even kijken voor de zekerheid. Hebben we iron? Gold hebben we. Oké. Anders moet ik even offscreen gaan minen. Dat kan ik natuurlijk wel even gaan doen. Als jullie denken van ja, Job, ga even offscreen minen. Dan kan ik dat best wel even gaan doen. Ik heb natuurlijk hier een hele mine ding achter iets onder. Dus laten we dat maar even gaan doen. Mensen, ik zie jullie zo meteen terug als ik even heb gemined. Ik heb hier namelijk een bedcave onder. Dat komt helemaal goed. Tot zo. Oké, mensen, we zijn even terug van de mine. Ik ben weer op dezelfde plek waar ik net begon met minen. Om het even zo te zeggen. Niet waar ik begon met mine, maar op dezelfde plek waarbij ik tegen jullie zei. Ik ga minen. Hier heb ik alvast even wat ding ingedaan. En hier zitten geloof ik nog een paar stacks in. Hier heb ik nog stack. En hier heb ik nog wat. Iron vinden is tegenwoordig heel makkelijk. Ik ben ongeveer, wat is het, 3 kwartiertje bezig geweest. Nou, ik had nog niks beters te doen. Ik bedoel. Wat doe je anders op zo'n mooie zomervakantie? Niet erg veel. Dus we kunnen eindelijk worlds gaan maken. Voor de mensen denken, hoe maak je dan worlds? Dan ben ik eigenlijk helemaal vergeten. Dus ik moet eerst even wat sticks meenemen. Dan kan ik uiteindelijk wel wat worlds gaan maken. Even kijken waar ik het voor doe. Hier heb ik een workbench. Ik ben eigenlijk een beetje vergeten hoe je worlds maakt. Ik geloof dat je het op deze manier maakt. Nee, hoe maak je dat eigenlijk? Oh nee, je maakt het zo, toch? Ja, zo maak je worlds. Dat is mooi. Hoppakee. En hoppakee, zo op deze manier. En dan kunnen we op deze manier wel even wat worlds gaan maken. Ik heb geloof ik niet genoeg sticks. Oh ja, hier hebben we nog wat sticks. Huppakee, hoeveel heb ik nu? Oké, we hebben nu sowieso best wel veel. Dat is mooi, want dan kunnen we dat sowieso even gaan gebruiken. Het is wel handig als we nog iets meer hebben. Ik zal even kijken of ik hier nog wat in heb. Ja, hier heb ik nog wat in. En hier heb ik nog wat in. Dan moeten we even wat meer furnace maken. Voor de mensen die denken, hoezo heb je meer furnace? Nou, als we meer furnace hebben, kunnen we tegelijk meerdere iron tegelijk ontslaan. Dat lijkt me een beter idee, weet je wel. Dus vandaar, dus we moeten sowieso. Ik spreek me helemaal. Sowieso als eerst hebben we wat meer cobblestone. Dan ik zal even kijken waar ik dat heb. Heb ik überhaupt wel meer cobblestone? Ik heb al mijn cobblestone namelijk net weer weggegooid in die cave. Want ik vind dat zo vervelend om meer cobblestone te hebben. Normaal denk ik dat de cobblestone is kut. Dicht al mijn caves of dicht al mijn chests vol. Dus dat heb ik allemaal weer weggegooid. Dat is eigenlijk best wel dom op dit moment. Maar ja, we laten dit maar even lekker doorkoken. En dan kunnen we nu al een beetje een begin gaan maken aan onze achtbaan, om het even zo te zeggen. Ik denk dat ik maar gewoon met hout ga doen. Ik denk dat het wel de beste manier is. Hebben we nog wat jungle wood? We hebben wel heel veel oak wood. Nou, dan gebruiken we dat.
Oakwood en Oakwood. Zo, dan doe ik alle andere dingen doe ik even weg. Zoals dit. Dit mag allemaal weg. Heb ik allemaal niet nodig. Ik gebruik alleen Oakwood op dit moment. Dit mag weg. Dit mag weg. Dit mag weg. Wat nog meer? Dit mag wel weg. Dit mag wel weg. Oh, alle chests zitten zo wat er voor, joh. Dat gaat hartstikke snel. Dit mag ook weg. Dit gaat weg. We hebben alleen dit eigenlijk nodig. Zo, natuurlijk wel de bel voor als we foutjes maken. En natuurlijk dit. Hebben we allemaal nodig. En dan kunnen we gaan beginnen met onze, ja, achtbaan. Dat is een beetje wat ik deze episode wil doen. We kunnen natuurlijk hier beginnen met onze achtbaan. Laten we dat hier zo gaan doen. Dat is wel leuk. En dan moeten we gewoon beginnen op deze manier. Dan moeten we gewoon even zo doen. Zoiets. Zo. Dit is een beetje de manier waarop we altijd achtbanen maken. Ik maak het namelijk altijd gewoon een beetje met een hobbelig weggetje. En dan gaan we gewoon een achtbaan maken rondom de hele jungle. Gewoon door de hele jungle heen. Dat lijkt me wel een leuke idee. Dat we zeg maar een hele jungle achtbaan hebben. En dan kunnen we gewoon villages kunnen we gewoon een soort van laten betalen. Om zeg maar dat je in de achtbaan mag. Oké, dat is een beetje dom wat ik nu doe. Maar nee, jullie snappen wat ik bedoel. Dat is eigenlijk wel leuk. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie deze episode leuk vinden. Deze episode eigenlijk dus voornamelijk een beetje met een achtbaan maken. Dat is jullie idee. Dus ja, kijk, dan ga ik gewoon meerdere maken vleesje. Ik zei tegen jullie dat ik het één keer in de week ga doen. Maar zolang jullie alleen maar leuke challenges achterlaten, kan ik er wel wat vaker. Dus jullie moeten. Suicidale. Snowgolem. Dus jullie denken, Job, ik heb nog een leuke challenge voor jou in de Minecraft vleesje. En dan kan ik in principe wel meer Minecraft vleesje doen. Maar dan moeten jullie wel een leuke challenge achterlaten. Dus laat gewoon even een leuke challenge in de reactie achter met de achterhashtag channel. Link bij een challenge. En dan kan ik dat gewoon uitvoeren. Oh, kut. Dat is een beetje dom wat ik bedoel. Ik heb namelijk shift ingedrukt en dan spring ik. En dat gaat alsnog helemaal verkeerd. Dat is een beetje dom. Maar nee, dat is dus gewoon even jullie, wat jullie even moeten doen. Jullie moeten gewoon even in de reactie leuke challenges achterlaten die ik kan voltooien. En yeah, that's it eigenlijk. That's it. En dan kan ik, ja, dan kan ik die uitvoeren natuurlijk als ik het leuk vind. Moet natuurlijk wel een leuke challenge zijn. Als jullie natuurlijk met allemaal van die rare challenges komen met maken een weet ik veel, een boomhut. Een hele grote boomhut. Ja, dan denk ik van ja, ik heb al lang heel veel boomhut. En dan ga ik dat natuurlijk niet doen. Maar als jullie met echt leuke originele challenges komen, dan kan ik die misschien wel uitvoeren. Ligt hem net aan wat voor challenges het zijn. Maar dat komt in principe wel goed. Eerst gaan we natuurlijk helemaal naar boven werken. Dat is natuurlijk altijd het allerbelangrijkste met van die dingen. Dat je eerst helemaal naar boven gaat. Op deze manier. En als je helemaal boven bent, dan kunnen we natuurlijk... Kutzooi! Dat is echt heel erg irritant wat ik dat doe. We kunnen natuurlijk sowieso nu even wat worlds gaan neerzetten. Ik weet niet wat voor achtbaan ik wil gaan maken, maar we maken in elk geval wat leuke achtbaan. Ik weet niet precies wat voor nogmaals, maar we zien vanzelf wat voor achtbaan het worden. Gewoon leuke achtbaan, denk ik. Gewoon een leuke achtbaan die een beetje door de jungle heen gaat, een beetje bij de netherportal is. Overal, gewoon een hele achtbaan die overal naartoe gaat. En dat lijkt me in principe wel hartstikke leuk. Dat is een beetje de reden hoe ik het wil doen. Dus vandaar. Zo, ik weet niet of we er ook ondertussen nog powered wheels bij moeten hebben. Maar dan kunnen we uiteindelijk altijd nog een beetje gaan veranderen. Dat zien we dan uiteindelijk nog wel. We hebben natuurlijk altijd nog wel wat redstone. Dus we kunnen dat uiteindelijk redstone. Oh, Jopje zegt redstone. Dan kunnen we dat uiteindelijk nog wel gaan gebruiken. Dus vandaar. Nu laten we maar gewoon de jungle doorgaan nu. Dus we gaan nu deze kant op. En dan gaan we de jungle door. En dat wordt gewoon super awesome. En dan gaan we daar gewoon een hele achtbaan doormaken. En misschien kunnen we misschien kunnen we er ook wat minecarts bij doen met wat fillertjes. Ik geloof dat je ook dat skeleton zo kun je geloof ik ook in minecarts proppen. Vind ik misschien ook nog wel leuk in. Dat we allemaal skeletons en zombies in de minecarts laten. We moeten natuurlijk eerst heel veel iron hebben voor de minecarts. Maar ik geloof dat we wel genoeg iron hebben. Ik bedoel, zoveel worlds hebben we namelijk ook wel niet nodig. We hebben natuurlijk ook nog wel wat powered worlds nodig. En misschien ook wat van die speed worlds. Waar je natuurlijk wat gold voor nodig hebt. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe je die dingen maakt. Maar dan komen we zelf wel achter. Als je nou denkt, joh, je moet volgende keer weer facecam doen. Laat me dat dan even weten direct. En dan kan ik misschien volgende keer weer facecam doen. Maar als jullie denken, joh, je moet volgende keer als je geen facecam doen, dan ga ik misschien geen facecam doen. Dus, nou, maar net wat jullie leuk vinden natuurlijk. Maar laat me dat maar gewoon even weten in de reacties. Oh, dat ging maar net goed. Dat ging maar net goed, zie ik. Even dit weghalen. Pa. Huppakee. En huppakee. Ik ga dit er sowieso eerst even doen. Even kijken. Kijk, dit is sowieso al best wel een hoge achtbaan. We hebben nu sowieso een achtbaan die helemaal vanaf dat helemaal zo hier naartoe gaat. En dan wil ik sowieso een achtbaan door de boom heen. Dat vind ik in principe ook nog wel een vet idee. En dan wil ik hem echt super hoog maken. En dan wil ik hem daarmee weer heel hard naar beneden gaan gaan. Zodat hij een soort van valt. En dan weer terecht komt op mijn wheels. Dat vind ik persoonlijk wel een leuk idee. Dat we het een beetje spannend houden natuurlijk. Want het moet natuurlijk niet een hele simpele achtbaan worden die alleen maar gaat. Maar er moet echt een beetje kracht moet erin komen. Dat vind ik in principe wel leuk. En misschien kunnen we dan een achtbaan maken rond een soort van glazen koepel met allemaal filletjes erin. Lijkt me ook wel een grappig idee. Oh, dat ging maar net weer goed. Hè? Zagen jullie dat? Dat ging maar net goed. Als we er namelijk nu afvallen, dan gaan we dood. En ik wil niet doodgaan, dat is zonde. We moeten natuurlijk nog wel een keer kijken of we wat kunnen en gaan enchanten. Maar dat komt waarschijnlijk nog wel een keer. Dan moeten we gewoon een keer naar een XP farm gaan of zo. Die ik nog waarschijnlijk wel ergens heb. En die ik gewoon even moet laten werken. Maar dat komt vanzelf wel. Dat komt goed. Eerst even dit. En ik heb jullie beloofd niet meer gaan cheaten. En dat doe ik dus ook niet meer. Dat minen van net, dat heb ik even offscreen gedaan. Omdat ik jullie niet wil gaan vervelen met al die dingen. Want dan ja, vind ik jullie misschien wel niet meer leuk. En ik wil jullie wel leuk laten houden. Zo. We gaan het natuurlijk ook een beetje hobbelig maken. Dat het een beetje woem, 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 woem. Lijkt me namelijk ook wel een leuk idee dat het wel een beetje spannend blijft. Zoals ik jullie ook al had verteld. Zo. Huppakee. Huppakee. En zo. En dan moeten we even kijken of we het nu daar naartoe kunnen bouwen. Ik zou eerst even dit weer helemaal gaan doen. Hup. 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 Hup.
Hup. Oké, okay, het wordt nu al sowieso best wel een hele hoge achtbaan, moet ik zeggen. Ik vind het sowieso wel heel erg vet. Ja, dit is dus een reactie uit reacties. Dit was dus iemand die schreef in de reactie van, Joop, maak een achtbaan. Dat vond ik een leuke challenge. En dat was een beetje de reden waarom ik weer een Minecraft playthrough ging maken. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om Minecraft playthrough te maken. Maar omdat er een leuke challenge was wel. Dus heb jij nog een leuke challenge? En wil je dat er meer Minecraft playthrough doet maar game console? Zorg ervoor dan dat jij leuke challenges achterlaat. Oké, okay, dit gaat niet helemaal goed, zie ik. Dan moeten we denk ik even zo doen. Kan dit wel? Nee, ook niet. Dan moeten we dat even wel goed doen. Anders gaat het namelijk niet goed. Even kijken. Even kijken hoe we dat het best kunnen doen. Nee, dat lukt niet. Huh? Moeten we dat dan doen? Even kijken hoe we dit moeten doen. Want ik doe het op een moment geloof ik niet helemaal goed. Even kijken hoor. En dan kunnen we natuurlijk ook nog allemaal mobs een beetje doordoen of zo. Iets met wol kunnen we ook nog doen. Dat het een beetje wolachtig wordt. Dan hebben we er zeg maar een wol standbeeld bij maken. Waar het zeg maar doorgaat. Kan ook. Maar dat zien we dan nog wel. Zo. Even kijken. Zo. Ik ben op het moment een beetje aan het kutten ermee. Maar dat maakt in principe helemaal niet uit. Kijk, dit gaat ook weer niet goed. Is dit hoog? Nee, dat is niet zo hoog. Laten we dit maar heel even weghakken. Dan kunnen we dit heel even opnieuw doen. Want het ging namelijk niet helemaal goed. Zo. Kijk, tot hier ging het goed. Hier zo gaat het nog steeds goed zelfs. Maar zodra we dan deze afslag maken, doet hij het niet meer. Even kijken, dit gaat allemaal goed. Ja, mooi. En dan moeten we hem hier iets verder maken, zo. En dan kunnen we hem nu nog iets hoger maken. Dan kunnen we hem naar die boom toe laten. Zodat we zeg maar een beetje rondom die boom doen. Dat lijkt me wel een leuk idee. Dus dat is een beetje wat we willen bereiken. En ja, dan hebben we dus al een jump map. Dan hebben we al een achtbaan. Wat willen jullie nog meer? Laat gewoon even een reactie achterlaten wat ik nog meer kan doen. Ik kan natuurlijk ook nog, als jullie trouwens nog leuke ideeën hebben voor de jump map, laat hem dan even weten in de reactie. Dan kunnen we misschien de volgende keer de jump map even afmaken. Op een vette manier. We kunnen natuurlijk de jump map met diamond blocks verder doen. Want jullie zeiden dat ik die diamond blocks weg moest doen, omdat het anders cheat was. Dat wil ik ook best wel doen. Zullen we die diamond blocks volgende aflevering weg doen? Laat me dat even weten. Dat kan ik namelijk best wel doen. Lijkt me ook wel een grappig idee. Dat we zeg maar allemaal diamond blocks in zeg maar de achtbaan doen. Dat is grappig. Dat is leuk. En dan kunnen we namelijk ook nog wat doen. Gaat dit goed? Ja, dit gaat nog steeds goed. Alleen dan wil die natuurlijk niet meer pakken. Dat is hier ook weer. Zo, dit gaat goed. Alleen zodra die dan hier komt, dan wil die hem niet meer pakken. Dus moeten we heel even kijken hoe we dat gaan oplossen. Zo. En dan... Zo. Hier zijn die boekenkasten. Leuk. En even kijken, kan die dan wel weer zo die afslag maken? Nee, dat kan dus niet. Dus dan moet die... Zo. En... Kan die dan wel zo? Ja, dan kan die wel zo. Kijk, dat is vet. Ja, dit is echt een super vette achtbaan. Moet alleen nog even van die powered wheels moeten we alleen nog even toe gaan voegen. Maar dat komt vanzelf wel. Dat moeten we even gaan doen zodra we genoeg gold hebben. Ik geloof dat we dat al wel genoeg hebben, gold. Ik geloof dat we best wel veel gold hebben. Dat is het enige wat we echt heel erg veel hebben. Kijk, dat is awesome. Dan gaat hij hier zo over. En dan hier zo. Even kijken, hebben we nog genoeg? We hebben sat wheels gelukkig. Oh, kut. Dit even weg. En deze even weg. En dan gaat hij hier zo verder. En dan... Kijken hoe we dat het best kunnen gaan doen. Even, ik ben even een beetje aan het kijken. Zo. Ja. Oké, okay, wat ik nu even ga doen. Ik ga nu even het volgende doen. Ik ga nu heel even uittesten. Want hij is nu namelijk al wel heel erg ver. En ja, dan wil ik hem wel even gaan uittesten. Zou ik hier kunnen afspringen zodat ik niet doodga? Zo. Ik heb natuurlijk wel heel veel diamond armor. Maar ik denk niet dat hij deze val haalt. Maar we hebben natuurlijk geen verre val. Dat is wel weer het nadeel. Ja. Boeia. Oké, okay, we hebben het in het water gehaald. Dat is mooi. Ik ga even een slok van mijn drink nemen. Het volgende wat we even gaan doen is dat even kijken of we misschien... wat is het? Powered wheels. Hoe maak je die? Ik ben helemaal vergeten hoe je die dingen maakt. Moet ik misschien even op gaan zoeken, anders kom ik er waarschijnlijk nooit meer achter. Powered wheels. Ik zal heel snel checken. Boeia, boeia. Even kijken. Hoe noem je dat? Powered... Oh, powered wheels. Even kijken. Powered wheel. Die maak je met... Ben benieuwd. Oh, die maak je zo. Dat is waar ook. Ja, oké. Okay, dan weet ik dat. Onthoud ik wel. Oké, dan moeten we even gold dus hebben. Even kijken, hebben we hier gold in? Gold, 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 gold. Nee, dat hebben we niet hier. Ja, eentje zag ik er. Maar we hebben echt meer gold nodig. Hier hebben we nog wat gold. En hebben we hier nog wat gold? Ook niet, anders moet ik straks weer gaan minen voor gold. Ik heb niet zoveel zin in. Maar ja, dat moet er maar, want ik moest alles legit doen. Grapje, ik ben het er zelf ook mee eens. Nee, we hebben geen gold meer. Hoeveel kan ik er nu maken dan? Even kijken, heb ik wel redstone? Ik heb wel redstone, toch? Ja, ik heb redstone, dat wel. En ik heb sticks, dan kunnen we er sowieso eentje maken. Zo. Hoe maak je het nou? Oh ja, zo. Even kijken voor de zekerheid. Ik vergeet het telkens. Oh, we hebben heel veel gold ervoor nodig. Dat is kut. We hebben er echt super veel gold voor nodig. Ja, we halen er niet eens één gewoon. Ongelooflijk. Ja, mensen, ik zie jullie zo wel weer terug als ik heb gemined. Jongen, ik heb helemaal geen zin om te minen. Maar ik moet. Fuck legitheid. Tot zo.
Oké, mensen, dus is het gelukt. En wat we nu even moeten doen is het volgende. We moeten namelijk nu even de worlds gaan maken. Het duurde echt super lang. En ik heb namelijk ook niet zo heel erg super veel. Sorry daarvoor, want ik heb geen zin om zo lang te gaan minen. Dus ik heb maar een klein beetje gemined. Meer kan ik ook niet aan doen, sorry. Maar ja, het is dan maar zo. 18 is netjes. Maar je kunt er ook powered worlds maken. Nee, niet powered, maar... Is dat zo? Of hoe doe je dat dan? Het is ook zo'n manier, zeg maar, dat je die boost worlds maakt. Of zijn dat deze? Oh, nou, dat zijn deze natuurlijk. Oké, dat kan. Daar hebben we alleen nog even whetstone torches voor nodig. Hoeveel hebben we er daarvoor nodig? Zullen we er daar ook gewoon lekker veel van maken? Boeia. 55 en dat moet gaan lukken. Dan gaan we nu even verder. En dan gaan we natuurlijk even een minecart maken. Moet ook gebeuren. Is dit klaar? Dit is ook klaar. Mooi, dan maken we even snel wat minecarts. Hoeveel zullen we er maken? 6 minecarts. Zet we gelijk genoeg hebben. Boeia, 6 minecarts. En gaan we even kijken hoe we dat moeten doen. Ik geloof dat je dan zo moet doen. Even dit weghakken zo. En dan moet je geloof ik hier zo 2 van die dingen doen. En dan zo. Ja, kijk. En hier begint hij dus al te kutten. Met andere woorden. Ja, dat is dus moeilijk. Dus we moeten er echt heel veel hebben. Dat is best kut, want we hebben er niet zo heel veel. Dus dan moet ik zo meteen weer gaan minen. Wauw, dat minen, jongens. Dat is echt heel erg vervelend als je legit wil spelen. Je moet superveel minen. En ik hoop ook dat jullie er een beetje respect voor hebben. En ik hoop ook dat ik daar veel groene duimpjes voor krijg. Want ik ben net dus ook weer gewoon... Ja, oké, net ben ik een kwartiertje bezig geweest met minen. Want gold, dat is niet zo heel erg moeilijk te vinden in de cave. Want toen ik in de cave kwam, zag ik gelijk al superveel gold. Dus dat is wel weer het voordeel. Maar alsnog, ik hoop dat jullie er een beetje respect voor hebben. Zo. Oké, zo. Dit is alleen... Hier zit een foutje in. Dat is niet zo heel erg, maar... Dat is dan weer kut. Zo, die is gepowered. Zo, die is nog niet gepowered. Dan moeten we die even iets verschuiven. Even kijken, die moet hier zo. Powered. En ik denk dat hij dit nog niet eens gaat halen zelfs. Het is echt zo vreselijk irritant met die achtbanen. Maar ja, YOLO. En deze dus. Even kijken hoe ver die nu gaat. En hier deze. Zo, en dan ga ik nu al even kijken hoe die nu gaat. Ja, hier gaat hij. Ja, hier gaat hij. En... Oh, hij haalt dat niet eens, joh. Zo de u. Dat is echt moeilijk, gek. Dan moeten we er hier even eentje aan vastmaken, denk ik. Even kijken hoe we dat kunnen doen. Oh, kut. We hebben gelijk een stuk hout meegepakt. Dat is niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Eerst hout. Dan dit. Zo. En dan haalt hij het sowieso pas tot hier. Dus dat is echt kut. Maar ja, we kunnen er weinig aan doen. Misschien als we er 3 tegelijk, omdat hij meer vaart maakt. Ik heb geen flauw idee. We moeten er echt superveel doen. Dat is 1 ding wat zeker is. Zo. Zo. Hij komt in ieder geval best wel een eind, moet ik zeggen. Even kijken. Dan moeten we denk ik... Dit even weghalen. Zo. Nee. Dat moet... Ik hoop dat ik het goed doe. Nee, dat kan niet. Even kijken. Dan moeten we dit even weghalen. Zo. En die ook even weg. En dan... Moet die... Kan die zo... Ja, deze pakt hij dan alleen niet. Maar dat is wel wat aan te doen. Dat kunnen we misschien zo doen. Kijk zo. Nee, ook niet. Ja, dat maakt in principe ook niet zo uit. Het gaat erom dat we sowieso even het beginnetje van de achtbaan af hebben. Ik zal heel even kijken of hij het nu wel doet. Dan moet natuurlijk, het gaat erom dat hij het eerste stuk wel doet. Want het eerste stuk is meestal wat belangrijk. Als jullie trouwens nog leuke ideeën hebben voor de achtbaan, bijvoorbeeld, weet ik veel, lava, water of iets anders. Laat hier beneden even weten in de comments. Zou ik hartstikke waarderen. En dan kan ik die misschien gebruiken. Ja. Ja. Ja, ja. Kut. Oh, kut. Hij is in elk geval gelukt. Maar dat is in elk geval fijn. Ik ga ervoor zorgen dat ik offscreen heb gemined. Dan kunnen we de volgende aflevering verder gaan met de achtbaan. Laat in elk geval hier beneden even weten in de comments wat ik nog kan doen met de achtbaan. Dan gaan we de volgende aflevering sowieso de achtbaan afmaken. Nou, voor mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Leuk. Vandaag een groen duimpje achter. Wil dit video met je vinden, zou hartstikke waarderen. Dan zie ik jullie de volgende keer met meer. Ik vlees. Dit was een beetje een kortere aflevering. Waarom? Omdat ik nog andere dingen te doen heb vandaag. Maar in elk geval, ik wou voor toch even een Minecraft playtje voor jullie maken. Normaal zou ik het 1 keer in de week doen. Maar speciaal voor jullie. Dag, ik doe het nog een keer. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.